En daar staan de finalisten op baan 1 van de Genker Zwemvereniging Neptunus. Maar hij is Limburger Lucas Greven. Op baan 2, from Sweden, SK Neptune Simon Schöding. Baan 3, lane 3, from Egypt, Mohamed Gadala. Baan 4, de verrassing van dit toernooi, van het RTC Drachten, Sebas van Lid. Baan 5, lane 5, Turkish Swim Team, Timur Delaloglu. Baan 6, lane 6, from Switzerland, Kilian Bossar. Baan 7, lane 7, de Nederlandse kampioen van de stadgemeenschap Hellas Glana Nimo, Davy Verheusel. En baan 8 van de Camden Swiss Cottage Swimming Club, maar gewoon een Nederlander, Ensger Kotterink. Take your marks. De snelste tijd in de serie was voor Sebas van Lid, de winnaar van de 200 meter wisselslag. En de man met een dik persoonlijk record op de 200 meter schoolslag. Maar in baan 2 treffen we Simon Schöding uit Zweden. Die deed wat rustig aan in de series. Weg naar de 100 meter. Schöding. 59 blank. Gadala 59-90 in tweede positie. En als derde Bossar in baan 6. 1-0-0-93. Meter, Schöding, 2-8-12-honderdste. Met daarachter Gadala, 2-10-49. En Sebas van Lid inmiddels naar de derde plaats, 2-10-96. En van Lid heeft een zeer sterke schoolslag, waarmee hij veel terrein kan winnen. Kijk eens hoeveel terrein hij aan het winnen is in baan 4. Sebas van Lid. En wie heeft dan uiteindelijk straks de beste borstcrawl in de benen? Van Lid. Keert als eerste 3-22-27. Schöding 3-22-79.
En is Van Lid inderdaad ook al zo wedstrijdvast dat hij die vroege voorsprong van Schöding teniet kan doen. Laten we eens kijken met nog 50 meter te gaan. Van Lid. Ruim een halve seconde voorsprong op Schöding. Maar wie heeft de beste laatste 50? En laat u horen op dit cruciale deel van dit duel. Gaat Van Lid toch wel voor een sensatie zorgen of komt Schöding vlakbij en voorbij hem? Het scheelt echt nog helemaal niks. Maar zo te zien is het Van Lid die hier als eerste gaat aantikken. Geweldige zegen en kijk eens wat een persoonlijk record. 4:23.66. Dat is 10 seconden beter dan hij voor dit toernooi had gezwommen. Sebas van Lid, geweldige prestatie. Traint sinds een maand of 3 bij Kees Robertsen en het RTC in Drachten. Nadat hij is begonnen bij ZWV Westervoort in Gelderland vlakbij Arnhem. En een aantal jaren gezwommen heeft bij Aqua Novio in Nijmegen. Nu is hij gewoon even een tijdje fulltime zwimmer. En jongens, ga het water maar uit, Sebas. Want Martin Heijnen die staat klaar om jou de envelop met inhoud te geven en de bloemen. Achter Marcel Wouda en Robin van Achelen, de derde Nederlander aller tijden, Sebas van Lid.